Twee maanden geleden werd Willem Holleeder overgebracht naar de extra beveiligde inrichting in Vught. Maar zelfs de EBI lijkt niet veilig genoeg voor 's lands bekendste crimineel. Als je daar zit kun je en mag je geen contact hebben met de buitenwereld. Maar het lukt Holleeder toch om berichten naar buiten te sturen en medewerkers en de directie te manipuleren. Aldus misdaadverslaggever John van den Heuvel. Door een fout is het in het begin hem gelukt om contact te hebben met een aantal vriendinnen, telefonisch contact. En mensen die iets voor hem gedaan moeten krijgen in de buitenwereld. En verder zie je dat hij ook via een bevriende arts en mogelijk ook via zijn advocaat, hoewel die dat ontkent, probeert boodschappen door te sturen naar de buitenwereld. En dat is iets waar met name zijn zussen zich grote zorgen over maakt. Hij probeert medegedetineerden en bewaarders voor zijn kruidje te spannen, zeggen zij. En op die manier slaagt hij er toch in om bepaalde boodschappen in de buitenwereld te krijgen. En om bepaalde dingen te plannen misschien. Zij wijzen er ook op dat Thomas van der Bijl, een van de mensen die door Holleeder zou zijn vermoord, dat hij ook vanuit de gevangenis is vermoord. Althans, die actie vanuit de gevangenis is gepland. Dus zij maken zich daar grote zorgen over.